RR Münder, die staat erom bekend dat zij, ondanks het feit dat ze de nodige financiën niet hebben, toch heel wat projecten proberen uit te voeren. Zodra buurtbewoners hun benaderen voor een probleem, brengen zij dat allemaal eerst in kaart, kijken zij wat ze allemaal kunnen doen. Nou, RR Münder heeft nu, dit is het tweede jaar voor hun, wederom besloten om een presentatie te houden voor de bewoners van Münder en omgeving. Het geheel vond plaats in het Zacchaeuskerk woensdagavond. TBN Prime Alert is er aanwezig geweest en we legden voor u het volgende verslag vast. Woensdagavond voor het Zacchaeuskerk, wat is jullie activiteit? Het is namelijk zo dat we hebben gedacht om de buurtbewoners behoefte te stellen over twee jaar RR Münder. We hebben al twee jaar en een aantal maanden als RR gefunctioneerd in Münder. En we hebben ook de buurtmensen kenbaar maken wat we gedaan hebben in Münder. Een aantal projecten die we gedaan hebben. Naast infrastructuurwerkzaamheden hebben we ook sociale werkzaamheden gedaan in Münder. En dat zijn we bezig met de presentatie om van dat buurtbewoners op de hoogte te stellen wat we hebben gedaan. En om van de buurtbewoners ook feedback te houden, te kijken wat nog gedaan moet worden, wat verbeterd moet worden, wat erbij moet komen. Als iets dat we vergeten zijn of iets dat nog gedaan moet worden. En vandaar dat we buurtbewoners hebben uitgenodigd vandaag om te komen praten daarover en kijken welke proberen nog meer zijn die we kunnen oplossen. Hoeveel projecten hebben jullie om hen mee kunnen doen? We hebben in totaal al binnen 11 projecten gedaan in Münder. Grote projecten, maar goed. Je hebt ook kleine projecten, maar de grote projecten zijn. We hebben laatst duikers geplaatst aan de Anherweg. Is een zijstraat van de. Is een verbindingsweg tussen de Oudistraat en de Hamburgstraat. We hebben ook een buizen kunnen aanleggen bij de Bimbastraat. Dus zo zijn een aantal projecten die we gedaan hebben in Münder. En toen hebben we gezegd dat we even de buurtbewoners laten halen en kijken wat nog gedaan kan worden in Münder. Ja. Kunt u een paar van de projecten opnoemen? Dus het ene is de Anherweg, dat we gedaan hebben hier in Münder. Dus die plaatsen van duikers waarbij de kinderen naar school kunnen gaan, want makkelijk naar school kunnen gaan. Want meestal is het zo dat er was een bruggetje daar en de bruggetje was al verouderd. En de kinderen van het laatst moesten hier ook grote omweg maken om naar school te gaan. En toen hebben we de brug vervangen met duikersplaatsen en kunnen we ook zelf auto daar rijden. En verder hebben we ook aan de Abimasraad, die mensen hadden last van ontwatering. En toen hebben we duikers geplaatst aan de linkerzijde van de weg. En dan, al die mensen die daar wonen, hun afvoer gaan naar achter in het bos. En door de verkaveling van het achterste gedeelte moeten we mensen hun afvoer naar voren brengen. En vandaar dat wij ook die buizen hebben geplaatst daarvoor, op de mensen kunnen gaan. Zo hebben we ook een aantal werkzaamheden gedaan. We zijn nu bezig aan de Peperboomstraat, dat is een zijstraat van de Charlesburg. Toen doen we dat project Texas. En daar zijn we bezig de sloten op te halen en kijken wat problemen zijn. En we hebben ook dat probleem gehad bijvoorbeeld bij mensen die daar op de berm, op de bruggen zelf onze belang hebben neergezet. En toen hebben we bio erbij betrokken en zo. En dan kijken die mensen moeten geen ambulance gaan zetten als ze geen vergunning hebben of zoiets. En toen hebben die met veel moeite die kunnen verwijderen wat dan ook. Want de meeste mensen die wonen aan de Texas, ze hebben geen erit met duikers. Ze hebben gewoon een bruggetje. En die bruggetje die er zijn, die moet weggehaald worden als je die grote wil ophalen. Want als je die aan de weerszijde van die grote ophaalt, en die waar die bruggetje zelf is, daar niet ophalen, gaat de water niet wegstromen. Mm. En vandaar zo bezig om dingen op te halen. En we hebben ook zelf ook recentelijk ook een paar borden geplaatst. Mensen geen illegale vuil dumpen aan de Snijboerenstraat. Daar hebben we ook aan borden geplaatst, samenwerking met Milieubeheer, om de mensen aan te wijzen dat voor als je vuil zomaar op straat zet, waar je honderd wat dan ook, dat het strafbaar is. En de mensen gaan moeten betalen daarvoor. En toen hebben de borden geplaatst. En het was, de vuil werd gestart voor een mandir. En we hebben gezorgd ervoor dat die mensen geen vuil aanplaatsen. Dat zijn een paar van die projecten. Ja, ja. En zo zijn ook bezig met sociale projecten. Bijvoorbeeld schoolstadse project, Diwali project. Diwali project bijvoorbeeld. Die mensen die Diwali willen vieren, maar ze hebben dat geld niet. En proberen via sponsoren geld een pakketje te maken voor die mensen. Bijvoorbeeld met zes dia's, met key, met water, met wierook, met een mitai-boxje. En dan geven die mensen als Diwali pakketje aan die mensen. Dat die mensen Diwali gaan vieren, wat dan ook. Ja. En zo hebben we ook tassenproject gehad. We hebben ook recentelijk ook een van de groep projecten die we hebben gerealiseerd. Het is Wellness Project. Wellness Day. Het is een project waarbij men zegt, wat hoort eigenlijk Wellness Day eigenlijk in? De Wellness Day is niet anders dan well-being met fitness. Dat je in combinatie moet zijn. Dat je de hele dag doorbrengt aan het werk. Dat je ook moet ontspannen. En vandaar dat we deze wedstrijd organiseren, dat die mensen een terugwerkende karakter moeten hebben. Dat we elke week, elke zaterdag naar de Martinusstraat gaan. Dat is een voetbalveld daar. Dan kunnen we daar gaan trimmen. Met de buurtbewoners elke week één keer desnoods om te trimmen. Om fit te blijven. En dan precies die ook gezegd, als je een land te ontwikkelen brengt, moet je gezond volk hebben.
Duidelijk. Mevrouw Shardham, in de uitnodiging die ik heb gehad, stond er ook dat er een Diwali-project vandaag uitgevoerd zou worden op deze woensdagavond. Wat is er met dat project? Goedenavond, meneer Ganesh. Inderdaad, we hebben een Diwali-project, maar die wordt vandaag helaas niet doorgegaan. Dus we gaan het dan in deze dagen doen. We plannen voor vrijdag aanstaande. Diwali is maandag, dus we hebben ruim tijd. Omdat, u heeft eerder al gehoord, er is een mithai-boxje erin. En mithai kun je niet van tevoren geven. Dus vrijdag is dan een geschikte dag voor ons. We hebben een donateur gehad die ons de pakketten wil doneren. Gewoon geheel gratis, alles. Dus dan, dat gaan we dan weer terug doneren aan de mensen. Die ja. Maar hoe gaan jullie dat, hoe gaan jullie gestalte geven aan dat project? Dus we hebben mensen geïdentificeerd. Gaan jullie naar de mensen? Nee, dit keer willen we het anders doen. We hebben twee voorgaande jaren zijn we huis aan huis gegaan om de pakketten te verdelen, maar dit keer niet. Dit keer gaan we ze dan gewoon uitnodigen op een locatie met een hapje en een drankje. En dan krijgen ze dan hun Diwali pakket en dat mogen ze dan in ontvangst nemen. Ja. U behoort ook tot het team van RR Münder en jullie hebben het vandaag over jullie verworvenheden. U bent er heel vaak in het veld. Bent u tevreden of zegt u had er veel meer willen doen? Inderdaad willen we veel doen, maar middelen hebben we niet. Wij zijn slechts het doorgevende orgaan. Wij voeren niet uit. Waar we wel kunnen, dan doen we het wel. Maar we willen natuurlijk heel veel doen, omdat we ook heel veel vragen krijgen van het volk, de bewoners. Dus er wordt, net als vandaag heeft iemand me nog gebeld van de Peterseliestraat. Die weg is helemaal slecht. Dus ik zeg van oké, ik geef het door. Dat is het enige wat ik kan doen. Doorgeven, volharden. En dan blijven vragen van hey, kun je even aandacht schenken aan de straat. De weg daar, want het is werkelijk verschrikkelijk slecht. En zo doen we wat we kunnen. Ja, is het dankbaar werk wat jullie doen? Voor mij wel. Het volk heeft voor me gekozen als RR, dus ik wil teruggeven. Ik vind wel dat ik dankbaar werk doe. Omdat we ook die dank ook krijgen. De zegeningen krijgen we ook. En men complimenteert ons vaak. Wat hebben we nodig? Zegeningen toch? Ja. En u bent de voorzitter van RR Münder, heer Bississer. Is het ook dankbaar werk voor u? Nou, ik heb als je mij app leest de laatste tijden, dat die mensen me complimentjes geven. Wat we gedaan hebben in Münder. Kijk, recentelijk hebben we aan de oude Wazenstraat, die mevrouw had me één keer gebeld, dat die bermen te hoog waren, hoog wit. En ik heb het doorgegeven aan Milieubeheer, de heer Tjotko, denk ik, heet, want dat is eigenlijk van Milieubeheer. En binnen de kortste keren kreeg ik weer een telefoon, dat is al gedaan. En die mevrouw is hier niet aanwezig, en die mevrouw is zeer tevreden. De heer heeft zelf bedankt, een aantal keren bedankt. En tevreden helemaal ga je niet zijn, want de overheid heeft geen geld. Als je van het ministerie Openbare Werken gaat, bepaalde projecten gedaan moeten worden, ze hebben geen geld. Maar waar we de meeste projecten die we ook hebben gedaan, is met sponsorengelden. Dat doen we ook. We blijven niet wachten op de overheid. Als we sponsoren hebben, doen we bepaalde projecten ook.